Leuk dat je weer kijkt. Review 97 alweer. We gaan richting de 100. En allereerst wil ik even zeggen, hartelijk dank dat jullie kijken. Mochten jullie vragen, comments hebben, laat het alsjeblieft achter. En ik wil jullie ook bedanken voor het abonneren op mijn kanaal. Mocht je dat nog niet gedaan hebben en je ziet dit, alsjeblieft, abonneer op mijn kanaal. Altijd leuk. Zo kan je ook zien als er een nieuwe video geüpload wordt. Hartelijk dank daarvoor in ieder geval. Top. Oktober. Juist. Bokbiertijd. En ik heb voor deze gelegenheid ook echt een... Ja, het is een bokbier. Ja. Het is volgens mij gewoon echt een bokbier. Maar echt een hele blubberdikke. Het is een nieuwe van het Uiltje. Volgens mij hebben ze deze nog nooit eerder gebrouwen. Het is de Apfelstrudel Doppelbock. Bam. Ja, en ik vind dit, wat ik al... Ja, ik heb het al een paar keer aangegeven. Ik hou niet zo van die cartoonies. Maar toch vind ik deze wel heel vet. Ja, ik bedoel, hij loopt gewoon te schransen. Van de Apfelstrudel. Ik vind het gewoon mooi ook om te zeggen. Apfelstrudel. Ik bedoel, ik ben geen Duitser, maar ik vind het wel... ja, ik vind het gewoon tof. Ja. Nogmaals, deze cartoonie vind ik wel tof. 11% alcohol voor een doppelbok. Ja, ik vind het aardig wat. Er staat ook een heel stukje tekst op. Ja, ik zou zeggen, zet hem even op pauze en lees het even door. Ik bedoel, dan kan je het zelf ook. Het enige wat ik eruit wil halen is dat. Even kijken. Nou, de toevoeging is in ieder geval vanille, rozijnen en kaneel. Ja, dat vind ik, en uiteraard, dat hoort bij een apfelstrudel natuurlijk. Ja, die ingrediënten, oh man, ik hoop zo dat die terugkomen. Echt, ik vind dat zo ontzettend lekker. Dus ik ga hem openmaken. Deze doppelbok, apfelstrudel. En ik ben benieuwd wat hij doet. En ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Dus als je deze ziet... Weet je, en je hebt hem toevallig gekocht of je gaat hem kopen. Laat eventjes een commentaartje achter. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. En het gaat erom wat we met z'n allen ervan vinden. Het gaat er niet om wat ik ervan vind. Maar het gaat er gewoon om in zijn algeheelheid. Wat vinden wij van dit bier? In ieder geval komt mijn mening. Ja, die zullen jullie zo ervaren. Ik ga hem openmaken, kijken wat hij doet. Here we go! Ja, wat ik al zei, zware doppelbak. Kan ik niet laten. Kan me inschenken. Here we go. Ja, mooi van kleur. Het ziet er goed uit. Goede schuimkraag. Wauw. Super tof. Echt mooie schuimkraag. Kleine belletjes. Ja, en dat zeggen ze vaak, hè. Goed bier, wat gebrouwen is, met kleine belletjes. Top. Schijnt beter te zijn. Ik heb het ooit in een andere review gehoord bij iemand anders, een Amerikaan. En die vertelde hoe kleiner de bubbeltjes, hoe beter het bier. Nou ja, goed, hij zei het. En ik weet niet of ik het zo ervaar. In ieder geval, weet je, het maakt me niet uit hoe die bubbels eruit zien, als het bier maar gewoon goed smaakt. Ik ga hem ruiken en kijken wat hij doet. Here we go. Hij ruikt goed. Heel goed. Inderdaad, kaneel. Kaneel komt goed terug. Wow. Zo, echt inderdaad een toetje. Dit is gewoon een vloeibaar toetje volgens mij. En qua kleur ook. Super mooi van kleur. Kijk, als er geen licht op staat, dan heel donkerrood. Maar als je zo, ik weet niet of je het goed kan zien. Als je dan in het licht, is hij echt robijnachtig rood-bruin. Ja, echt super mooi van kleur. Echt super gaaf. Wat ik al zei, kaneel, rozijnen en vanille. Ik bedoel, vanille ook gewoon geweldig. Ja, en rozijnen ook, ik bedoel. Gewoon, dit moet gewoon een topbier zijn. Dat kan niet anders. Ik hoop dat wat ik denk, hoe deze smaakt, dat hij ook echt zo smaakt. Gewoon lekker vol.
Met de ingrediënten die ze opnoemen. Ik ga hem in ieder geval proberen en kijken wat hij doet. Here we go. Cheers. Yum, yum, yummy. Dit is serieus. Volgens mij hebben ze gewoon een appelstroedel in een blender gegooid. En dan gewoon brrrt, dat ding aan. Ja, dit is het. Dit is gewoon een vloeibare appelstroedel. Wat is dit goed, hè? Deze smaakt echt supergoed. Wauw, dit is gewoon een toetje. Het is echt gewoon een dessert. Het is echt prachtig dit. Inderdaad, kaneel. Kaneel komt goed terug, hoor. Kaneel, vanille ook. Ik neig echt kaneel. Kaneel. Maar ik moet ook toegeven dat die rozijnen komen ook wel aardig naar boven. Dus kaneel en rozijnen. Ja, combinatie kaneel, rozijnen en vanille. Perfect. Echt een super vloeibaar toetje. Wat ik al zei, als je deze ziet, laat even een comment achter wat jij ervan vindt. Maar dat voeg ik nog even aan toe. Als je deze ziet, koop hem gewoon. Als je van appelstroedels houdt, dit is echt... Wow. Dit is echt top. Duitse appelstroedel in een flash. Echt supergoed. Als ik deze cijfer moet geven... Ik geef hem 9. Hij is echt fantastisch. Echt, hiervan kan ik echt van genieten. Ik bedoel, het is oktober. Bokbiertijd, gure dagen, wind, regen. Vandaag ook. Ja, je ziet het niet, maar als ik uit het raam kijk, donkere lucht, gure regen. En, oh man, ik weet niet, als je dan heerlijk op de bank zit of aan tafel en je drinkt zo'n biertje, dat is echt genieten. Dit is echt genieten. Bedankt voor het kijken. Ik ga hem heerlijk opdrinken. En uiteraard tot de volgende keer. We zijn bijna bij de 100. Cheers.